Als je je huis moet verkopen, maar het is minder waard omdat er een AZC tegenover je huis gebouwd wordt, dan ben je in Beuningen aan het goede adres. De gemeente heeft namelijk het plan om een schaderegeling te organiseren voor mensen die verlies lijden bij de verkoop van hun huis. Ja, de schaderegeling houdt niet in dat wij iedereen die daar woont en die zijn huis wil verkopen, dat we die schadeloos stellen. Maar die schaderegeling die houdt in dat mensen die in de problemen komen doordat ze hun huis niet kunnen verkopen, en ze moeten het verkopen omdat ze een ziekte in de familie hebben, of omdat ze in Groningen werk hebben gekregen en ze moeten verhuizen, of wat ook voorkomt, dat er sprake is van een echtscheiding, dat wij hun dan helpen om niet in de financiële troubles terecht te komen. Dat is de kern van de schaderegeling. Dat hoeven wij niet te controleren, want dat staat keurig in onze nieuwe verordening omschreven. Er zijn 4 factoren die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van de schadeloosstelling. Dat moeten de mensen ook aanvragen bij ons. En dan moeten ze ook laten zien waarom dat een van die 4 factoren geldend is. En ja, natuurlijk kijken wij er even naar of het verhaal wel allemaal klopt. Dat mag u van ons verwachten. Maar als dat aan de hand is, dan gaan wij tot een bepaald bedrag de schade vergoeden. Dit is precies toegesneden op het AZC wat aan de Koningsstraat in Ewijk moet komen. Staat ook nauwkeurig omschreven in de verordening van deze situatie is de reden voor die regeling. In die gevallen kun je er een aanspraak op doen. Dan gelden die en die vergoedingssystematieken. En dat is op geen enkele andere situatie in onze gemeente van toepassing. Maar bij mijn weten zijn wij de enige gemeente in Nederland die voor een tijdelijk AZC zo'n regeling in het leven heeft geroepen. 28 maart beslist de gemeenteraad of ze akkoord gaan met het plan dat op hun initiatief opgesteld werd.